Afgelopen zomer sloeg het noodlot bijna toe voor Mark van der Linden, 51. De Rolti-deskundige lag in coma en keek de dood in de ogen. Eerder maakte Mark bekend dat zijn gezondheid betere tijden heeft gekend. De Rolti-deskundige onthulde afgelopen zomer in het ziekenhuis te hebben gelegen, en onthulde later nog dat hij een paar dagen in coma lag. Nu blijkt dat het kantje boord was voor Mark. Tekst gaat verder onder advertentie in. Het EO-programma De Kist vertelt Mark wat er precies is gebeurd. Zoals bekend woog Van der Linden op een bepaald punt bijna 210 kilo. Het drama begon dan ook toen hij begon met gewicht verliezen. Ik was een supergelukkige man van 210 kilo die merkte dat hij steeds minder kon, vanwege dat gewicht. Ik reisde veel, kon geen afstanden meer lopen. Afvallen. Op een gegeven moment kreeg Van der Linden last van zijn nieren. Hiervoor kreeg hij medicatie die ervoor zorgde dat Mark geen hap meer door zijn keel kreeg. Dit zorgde ervoor dat hij kilo's afviel, en Mark zag het als een startschot. Toen was er zoveel af dat ik dacht, nu ben ik stom als ik niet doorpak. Uiteindelijk leidde dit ertoe dat Mark ruim 130 kilo afviel. Ziek, maar al gauw bleek het foute boel. De Rolti-deskundige werd in oktober 2017 ziek. Ik was met Maxima in Nigeria en ik kwam terug en ik was moe. Ik rij naar kantoor en ik kom aan en mijn hele arm blijkt onder het bloed te zitten. Maar bleek ik immuuntrombocytopenie te hebben, een ziekte waarbij je veel inwendige bloedingen kunt krijgen. In dit geval moest daar een hele zware prednisonkuur overheen. Een heftig medicijn. Prednison is een paardenmiddel die gepaard gaat met veel bijwerkingen, daar krijg je een opgeblazen gezicht van. Maar ook waren er psychische bijwerkingen, je ziet eruit als een zombie. Ik sliep niet meer en werd heel pittig. Punt. Mensen beschuldigden mij van dingen, had ik het gevoel. Een beetje paranoïde ook zelfs. Het zorgde voor een breuk met zijn beste vriend, omdat Mark zichzelf niet meer was. Pijn. Zijn gezondheid takelde steeds verder af, vertelt Mark. Ik heb afgelopen zomer een paar dagen in coma gelegen. Ineens is het misgegaan. Door de IP had Mark vaak last van wondroos, dat bleef maar terugkomen. Mark had steeds meer en meer last van vervelende kwalen, waarvoor hij ook antibiotica kreeg. Ik hield vocht vast, het is pijnlijk, je krijgt koorts en je voelt je ellendig. Al gauw bleek het foute boel. Toen Mark alleen thuis was, kreeg hij plotseling 42 graden koorts. Hij viel op een ongelukkige manier en zijn moeder vond hem vervolgens. Die hebben de deur laten openbreken en daar lag ik. Coma. Mark werd direct overgebracht naar het ziekenhuis. Er bestond een kans dat hij het niet zou redden. Daar heb ik niets van gemerkt, dus dat is op zich wel een geruststelling. Maar al gauw besefte Mark dat hij de dood in de ogen had gekeken, dat je echt tegen de dood aan hebt gezeten. Mark's moeder had een filmpje gemaakt waarop te zien was dat Mark in zijn coma nergens op reageerde. Daar schrik je wel van. Maar het emotioneerde me niet. Let's block ADS.